De volgende burgemeester van Boeghout naar Edegem is niet zo'n heel grote afstand. En er is Koen Metsu van N-VA. Meneer Metsu, welkom. Goedemiddag. Goedemiddag, Luc. In ons café. Dank u wel voor de ontvangst. Ja, met veel plezier. Meneer Metsu, u bent er nu 36. Klopt. Op die leeftijd mogen we dat zeggen. U was jong toen u burgemeester werd, hè? 5 jaar terug, hè. Ja, ja. Ik was 31 lentes jong. En effectief voor dit mandaat is dat eerder jong. Hoewel dat mijn voorganger, die ook 19 jaar burgemeester geweest is, ook op zijn 30 of 31 destijds al burgemeester was. Is het een voordeel qua energie, qua gedrevenheid? Ik denk het wel. Zeker vast omdat je ook een zeer actieve voeling hebt. Ik wil niet zeggen dat mijn andere collega's dat niet hebben, maar zowel met de junioren als met de senioren. Ik heb mijn eigen kinderen. Ik had tot voor kort mijn eigen grootouders, ook in Edegem uiteraard mijn eigen ouders. Ik probeer mijzelf ook een beetje in vorm te houden, want het is wel zo'n gezonde geest. In een gezond lichaam heb je wel nodig om die job te kunnen doen. En u doet ook wel een en ander. Hè? U zit in het federaal parlement, ja, als volksvertegenwoordiger. U zit in de commissie Binnenlandse Zaken, voorzitter van de tijdelijke commissie Terrorismebestrijding. Juist. Is er nog genoeg tijd voor Edegem? Vraagt men zich dan af. Wel, een student heeft mij gevolgd nog niet zo heel lang geleden. Ik ben 75% van mijn tijd, à 80% van mijn tijd bezig met Edegem. Je moet bereid zijn, denk ik, om hele lange dagen te kloppen. Dat moet ik u vandaag niet vertellen. Dat maak je zeker vast vandaag ook mee. Het feit is, het vraagt wel wat opofferingen, maar je weet op voorhand waaraan je begint. En ik voel mij absoluut geen slachtoffer. Dat is een heel bewuste keuze geweest. En je moet ook op een heel sterk thuisfront kunnen rekenen om dat tot een goed einde te brengen. Ik las dit weekend nog een interview met u, een recent interview. Hij zegt, u zegt wat belangrijk is voor Edegem is properheid, veiligheid en burenliefde. Ja, absoluut. Men vroeg mij naar wat is nu uw expliciete droom voor de gemeente Edegem. Ik ben niet zo'n dromer. Ik durf mij misschien eerder zo wat catalogeren als een doener ook. Wij zijn vandaag de dag heel sterk aan het inzetten op de leefbaarheid van de gemeente. En daaraan gekoppeld gaat natuurlijk ook die veiligheid en die properheid. We worden zoals onze buurgemeenten ook wel eens geconfronteerd en een beetje geplaagd met zwerfvuil, met sluikstorten. En daar gaan wij nu de handschoen tegen opnemen. We gaan iets... Eigenlijk de tijd van het sensibiliseren is daar voorbij. We gaan beginnen met penaliseren. Omdat ik denk dat elke Edegemenaar, en we zijn toch met 21.700, dat is niet niks, ook recht heeft op die propere en veilige gemeente. We gaan er dieper op ingaan, maar als ik u hoor zeggen burenliefde, dan vroeg ik mij af, bent u een goede buur? Ik hoop een goede buur te zijn. En dat gaat eigenlijk van de kleine zaken zoals... Mijn buurvrouw is op leeftijd. Ze is ook alleen. En dat gaat van heel eenvoudige dingen zoals de stoep sneeuwvrij maken tot de vuilbak ook buiten zetten. Ik heb zelf het geluk dat ik ook hele fijne buren heb. Dus wij organiseren ook onze eigen straatfeesten, onze eigen wijkfeesten. Dat zijn we trouwens met de gemeente ook aan het promoten. Men krijgt een kleine subsidie wanneer men iets organiseert voor de straat of de buurt. Omdat wij het echt enorm belangrijk vinden dat men elkaar terug leert kennen. Als men elkaar kent, kan men elkaar terug respecteren. En ik denk dat dat eigenlijk proactief ook al heel wat problemen kan oplossen. U bent dus een burgemeester die veegt voor eigen deur en zelfs voor die van de buurvrouw. Dat en zelfs voor die van de buurvrouw. De bekommernis om de gemeentefinanciën, meneer Metsu. De schuld ging omlaag en u hebt niks doorgerekend naar de burger? Wel, goh. Kijk, op 6 december 2012, dat was na de verkiezingen, werden wij eigenlijk geconfronteerd met een extra lening van 11 miljoen euro voor ons nieuw gemeentehuis, het gemeenteplein en de indicatiesieten die de gemeentehallen werden. Wat eigenlijk de totale schuld op 22 miljoen euro bracht, herleidt dan naar het aantal inwoners. Dat is een schuldgraad van meer dan 1000 euro per persoon, dat is veel te hoog. Hè. Ik denk dat mijn collega's dat ook zullen beamen. Dus mijn eerste gesprekken met onze financieel beheerder, ik kan dat eigenlijk beschouwen als de financieel directeur van de gemeente, die waren niet zo aangenaam. Hij zei ook van, kijk, het is misschien vandaag de dag niet ideaal om in die driver's seat plaats te nemen, want je gaat wel stringente keuzes moeten maken wat het beleid betreft. Wij hebben gezegd, het zou veel te eenvoudig zijn en ook niet meer anno toen 2013 om alles zomaar op die burger te gaan afschuiven. We gaan eerst ons eigen interne huiswerk maken. We hebben onze werkingskosten, onze personeelskosten en dergelijke omlaag moeten brengen. Conditio sine qua non. Want natuurlijk, uw personeelskost is uw hoogste kost binnen de gemeente. Ook met de pensioenlasten die daar nog komen enzovoort. Dus dat hebben we gedaan. Wat hebben we ook gedaan? De opzendteamen zijn gewijzigd naar 995.
op centimen op de onroerende voorheffing eigenlijk, waar dat het Vlaams gemiddelde vandaag de dag 1456 is. Dus wij zitten daar op 2/3 en we hebben de aanvullende personenbelasting verlaagd naar 7,0. Dus ook onder het Vlaams gemiddelde. Dus ik durf wel stellen dat het fiscaal interessant is om in Edegem te komen wonen. Veiligheid, vooral verkeersveiligheid. U hebt geïnvesteerd ook in die veiligheid in schoolomgevingen onder andere. Ja. Ja, wij zijn bijzonder veel scholen rijk. Ja. We hebben ook heel veel geluk gehad. Van alle netten trouwens, alle netwerken. We hebben ook veel geluk gehad dat er vandaag de dag op die 5 jaar tijd al 3 scholen volledig vernieuwd zijn. Waaronder ook onze eigen gemeenteschool, Andreas Vesalius. Het Kofschip is erbij, het Olvee College is erbij. Olvee Familia komt er nog aan en de Link komt er ook nog aan. Dus nog 2 scholen. Het spreekt voor zich dat waar kinderen zijn en waar ouders de kinderen komen afzetten, dat natuurlijk een prioriteit is van ons veiligheid. Om die omgevingen ook veiliger te maken. Dat kan soms met kleine ingrepen, maar er is ook politionele controle nodig. De gemeenschapswacht wordt ook ingezet. Dus dat is een van onze speerpunten, durf ik te zeggen. Zone 30 ook. Hè? Mm-hmm. Het aanpak van de Drieijkenstraat, een belangrijke invalsweg. Ja. Mensen die wel eens in het UZ moeten zijn, gaan die zeker kennen. Ja. Ook voetpaden heraanleggen. Werner, een luisteraar, stuurde onze mail. Hij zegt dat er veel is verbeterd. Er is meer leven gekomen in Edegem. Maar toch klaagt hij over de staat van sommige straten. Ja, begrijp ik. Absoluut. We hebben ook een prioriteitenplan. Edegem telt uiteraard bijzonder veel straten. Je kan dat onmogelijk op 1 legislatuur allemaal spik en span gaan aanleggen. Ik merk dat trouwens ook op mijn spreekuur. Ik heb er vandaag 2, vanmiddag 1, vanavond 1. Dat heel vaak de zaken zijn die de mensen ook bezighouden. We hebben onze eigen arbeiders, onze dalleurs, zoals wij zeggen, die eigenlijk het grove werk ook al gaan doen. Mochten er echt verzakkingen zijn, kunnen zij die al rechtleggen. Maar natuurlijk, dat prioriteitenplan bepaalt ook welke voetpaden wij eerst gaan aanpakken. We hebben bijzonder veel trage wegen ook aangelegd deze legislatuur, dus daar zetten we wel hoog op in. Maar ik begrijp Werner in dit geval, wanneer hij zegt van kijk, mijn straat is nog niet gedaan, die komt er nog wel aan. Maar het is onmogelijk om alle straten gelijktijdig aan te pakken. Geduld, Werner, en blijven wonen in Edegem, als ik het zo hoor. Graag. Wat de veiligheid betreft, meneer Wetsu, u zei al een paar dingen. Jullie zitten ook in een soort samenwerking met de gemeenten Lint en Hoven, als het om noodsituaties gaat. Samenwerking met buurgemeenten, dan valt al makkelijk het woord fusie. Ja. Als ik het goed heb, u vroeg het aan bij Hoven, maar voorlopig hapt de vis niet. Klopt dat? Dat is een heel juiste samenvatting. Ik denk het wel. De Vlaamse overheid heeft ons eigenlijk gesuggereerd om eens te gaan kijken of we kunnen groeien naar gemeentes met een bewonersaantal van een 30.000. Edegem plus Hoven komen exact op die 30.000. Het zou ook een logisch huwelijk zijn, omdat ik denk dat ons DNA, onze identiteit min of meer dezelfde is. Wij gaan zeker geen toenadering zoeken tot de stad Antwerpen, hoewel de burgemeester van de grootstad, van onze koekenstad, die vragen al eens gesteld heeft. Maar wij betroeven, wij zijn nog een autonome, een residentiële gemeente op 7 kilometer van onze kathedraal. En wij gaan dat ook zo houden. Nu, ik denk wel, wanneer er mogelijk zijn volgende legislatuur alsnog sprake kan zijn van laat ons eens praten met Hoven om te zien of we nog actiever kunnen gaan samenwerken. Wij zijn vragende partij althans, maar it takes two to tango. Ja, u blijft op vrijersvoeten, als ik het goed begrijp, toch wat het fuseren betreft uiteraard. Investeren in veiligheid, daar hadden we het al eventjes over. U hebt ook geïnvesteerd in projecten waar vooral mensen in hun vrije tijd wat aan hebben. Hè? Daar zou ik graag willen afronden. Ja, voilà. Eind 2012, bij opmaak van ons bestuursakkoord eigenlijk al, begin 2013 hebben wij gezegd van kijk, elke euro die wij nu gaan investeren in onze mooie gemeente, moet eigenlijk direct ten goede komen aan de Edegemenaren. En dan ga je direct investeren in openbare domeinen, in parken, in die leefbaarheid van je gemeente. We hebben nu geïnvesteerd wat betreft veiligheid ook in mobiele camera's en dergelijke. Langs de andere kant, die trage wegen, dat is heel belangrijk, omdat, nogmaals, wij zijn een residentiële gemeente waar je elke functie hebt. Je kan er naar school gaan, je kan er sporten, je kan er werken, je kan er spelen en dergelijke. Maar die gebieden moeten ook toegankelijk zijn. Zo gaan wij nu ook... Kasteeldomein Hofterlin, dat zal een trekpleister worden, vermoed ik. Er komt een mooie brasserie, nog een leuk restaurant, hopelijk. Dat zijn we nu aan het finaliseren. Concurrentie voor ons café, ja? En misschien wel. Maar ik heb geleerd dat horeca eigenlijk alleen maar meer mensen aantrekt en dat er voldoende koek is voor iedereen. Dus ons domein van 92 hectare groot zal toegankelijk zijn voor iedereen. We hebben nog andere mooie parken, zoals in Buizegem, wijk het Forum. Dus ook daar moet je gewoon dag in dag uit aan werken om dat ook proper
toegankelijk te houden. En onze nieuwe bibliotheek die eraan komt, hè, samen met onze nieuwe bioklas. Dat zijn toch wel twee projecten waar ik erg naar uitkijk. Veel gemeenten schaffen bibliotheken af, maar u zegt van, het is een belangrijke plek om mensen samen te brengen. Een eigen tijdsvrij tijdscentrum waar jong en iets minder jong elkaar kunnen vinden, waar je gewoon lekker kan keuvelen met een tas koffie of uw krant of boek lezen. Dat gaan we doen. Dat gaan we verzorgen. Misschien ook wat er hier aankomt, maar dan een beetje geluidsdempend, want in een bibliotheek mag je niet te veel lawaai maken natuurlijk, maar het verbindt misschien ook wel mensen een beetje. Meneer Metsu, ook voor u de vraag om eens te dobbelen en te kijken op welk cijfer we uitkomen. 3. Cijfer 3. Uw voorganger mocht die vraag ook al beantwoorden, dus u weet dat ze erin zit. Op welk moment de afgelopen 5 jaar stond u het huilen nader dan het lachen, meneer Metsu? Wauw, ja, dat is een moeilijke vraag. Gelukkig heb ik het nog niet al te vaak moeten meemaken of beproeven de afgelopen 5 jaar. We hebben wel afscheid moeten nemen van enkele mensen, waaronder onze eerburgemeester, niet van mijn partij, maar een goede vriend van mijn grootouders ook, dat is nog niet zo lang geleden. Minister van Staat Tindemans, eerschepen Goossens, dus er zijn toch al wel enkele coryfeeën die wij helaas hebben moeten begraven. En op zo'n moment word je heel erg stil. Ik denk dat mijn voorganger Koen Tsijn het heel mooi verwoord heeft, dat heel vaak persoonsgebonden zaken zijn. Hè. Als de brandweer u belt, dat kan ook in het holst van de nacht zijn, met nieuws dat je liever niet hoort, dan kan je wel eens een krop in de keel krijgen. Oké, je had hem hier gelukkig niet. Een vlotte prater. Bedankt voor het gesprek. Koen Metsu. Dank je wel. Dank je wel.